Hallo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag een heel ander tijdstip om de video te beginnen. Het is namelijk 10 uur en niet 10 uur in de ochtend, maar 10 uur 's avonds. En nu zul je ook wel afvragen van, Sibo, waar zit je dan op dat uur? Ja. Wat een zin. In ieder geval, wij zitten al op een cross en we hebben dus sinds kort een caravan, een sleephut. Nee, we hebben dus sinds kort een caravan gekocht en de bedoeling is dat wij nu verder gaan in de cross, dus dat wij meerdere parcours kunnen gaan doen die ook wat verder liggen. Dus dat wat bijvoorbeeld 2 of 3 uur rijden is. En dat we dan daar in de buurt of op het parcours zelf kunnen overnachten. Om dan de dag na daar te gaan rijden. En aangezien we de caravan eigenlijk pas hebben en helemaal in orde hebben gemaakt. Proberen wij deze ook als eerste uit. En dat is natuurlijk op het vertrouwd parcours in Lommel. Dus wij staan hier eigenlijk voor een weekendje. Dus dat wordt eigenlijk een soort weekendvlog deze keer. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Willen jullie dat meer zien? Laat dat dan zeker weten in de reacties. En dan gaan we dat ook zeker doen. Dan maken wij meer vlogs, om het zo maar te zeggen. Dus voor nu eigenlijk, dit weekend zitten we in Lommel. En dan gaan jullie eigenlijk alleen maar filmpjes... video's zien van Lommel. Morgen vroeg ga ik mijn best doen om mooie drone shots te maken van de zonsopgang. En ik denk dat het wel heel mooi hier gaat zijn. En het is hier ook al in ieder geval heel rustig. Voor de mensen die hier al hebben geslapen, die zullen dat ook al weten. In ieder geval, dan zien jullie mij morgenochtend terug. Let's go! Zo, meisjes, gaan wij bedje liggen. Denk ik, als ik het goed film. Nee, we gaan een bedje liggen. We gaan een bed liggen. En dan zien we jou morgen. Of zien we jullie morgen terug. Maar ik kan niet op mijn woorden komen. Ik hoop dat het morgen een beetje door gaat gaan. Want ik heb net het weerbericht gekeken. Maar wel, ik kan het jullie laten zien. Dan laat ik het jullie even zien. Aan mijn vinger. Zoals je ziet, gaat hij morgen zeggen. Om 8 uur dat het wat gaat regenen. Maar de namiddag, als wij moeten gaan rijden in feite. Dus om 1 uur. Zegt hij 80% en dat over heel de middag. Dus dan hoop ik eigenlijk dat het doorgaat, want ik heb niet echt zin om in de regen te gaan rijden en om in de modder, weet ik veel wat. Nee, heb ik geen zin in nu. Dus we hopen gewoon dat het een beetje goed weer blijft, dat het net nog verandert. Ik hoop het. Ik hoop het ook voor jullie, want dan kan ik een goede video maken. Eindelijk. In de plaats van die van Reti, die mislukt was, wat ik nog altijd even kut vind. Maar misschien ben ik al dat er weer een andere wedstrijd aankomt. En dan film ik die wel voor jullie. Gewoon. En dan probeer ik de bestanden niet kwijt te raken. Dus jongens, wij gaan het bedje in. Nogmaals. En dan zien we jou morgen vroeg terug. Goedemorgen iedereen. Oftewel, wanneer je deze video kijkt. Hallo jongens, zijn we weer terug. We hebben hier heerlijk geslapen. En nu gaan we lekker ons ontbijtje doen. En dan ga ik straks de motor in orde maken. Maar ondertussen dat wij ons ontbijt gaan doen, ga ik jullie laten genieten van de mooie drone shots. Let's go!
Lekker. Echt lekker. Verloren brood. Lekker. Is lekker? Ja, zeker. Zeg maar op. Op, op, op. Hé, monster. Jij ook hier. Zoek. Zoek. Zonder jullie hebben kunnen genieten van de drone shots, ga ik de motor uitladen. Dan ga ik ook nog enkele shots van laten zien. En daarna kunnen we beginnen rijden. Let's go. Alweer. Let's go. Zo, en zijn we eigenlijk tot het einde van de dag geraakt. Vandaag ging het niet zo heel goed, vond ik zelf persoonlijk. Het rijden dan. Maar ja, goed, vandaag ging het dan ook weer niet zo goed. Maar we hebben morgen nog een dag. Dus nu gaan we nog even gauw badmintonnen. Om de dag een beetje goed af te sluiten. En dan morgen een nieuwe dag andere dingen proberen. Dat het wel beter gaat. En ja, dan zie ik jullie jongens. Straks nog, oftewel morgen. Ja,
Goedemorgen iedereen, zijn we weer. Lekker fris. Vandaag voel ik mezelf een stuk beter dan gisteren. Ik heb ook beter geslapen. Ik was gisteren de eerste keer dat wij sliepen in een caravan. En ik denk dat daarmee dat ik niet zo goed geslapen had. Maar vandaag voel ik me wel een stuk frisser. En zoals je net een beetje kan zien, ik heb een shot van de motor gemaakt. Ik heb hem gisteren nog even gepoetst. Waar ik misschien niet nodig was geweest. Maar ik hou ervan om mijn spullen netjes te houden. Dus ja, gewoon gepoetst. En natuurlijk heb ik gisteren ook wel wat schade gereden. Dat kon je wel misschien gisteren hebben gezien in de video. Ik zal het even nog laten zien. Dat was op dat stukje daar waar je net naar boven rijdt. In ieder geval, zoals jullie net zo konden zien in die shot wat ik heb gemaakt, zie je dat mijn achterkap wat gescheurd is. Maar goed, daar hoort erbij. Dat is motocross. Niet alles kan heel blijven. Dus ja. In ieder geval zit het parcours weer lekker vlakbij. Lekker een bowlingbaan. Dit is eigenlijk wel een rare bochtje om te doen eigenlijk. Omdat iedereen hier neemt altijd hetzelfde spoor. Langs binnen en niemand neemt langs buiten. Gisteren lag langs de buitenkant een mooi spoor. Maar dan kom je eigenlijk daar achter waar die paal ongeveer staat. Dan kom je heel slecht uit. Dan moet je veel te diep draaien voor daar. Dus eigenlijk kun je het beste dan hier gewoon overspringen. Buiten de bocht een beetje pakken en afkappen. En zo. Ga ik vandaag eens proberen als dat werkt. Dan gaan we overvliegen. En ik zie ook iets liggen. Oh. Ik zie iets liggen. Hij stelt niet scherp. Ik zal even naartoe lopen. Ja, moet je niet liggen. Amai, dat is zo'n stok. Nou, langs de kant. Veiligheid voor iedere rijder. Hè? Nu dat het circuit eigenlijk aangepast is met de GP, is het wel heel anders rijden. Want vroeger reed je met Lommel. Vroeger had je dan allemaal meer linkse bochten in plaats van rechts. Nu zit meer rechtse bochten. Dus eigenlijk als je zo iedereen ziet rijden, is wel ja, net alsof iedereen pas begint te rijden. Omdat dat, ja, er zijn veel mensen die hier komen rijden en die hebben altijd op het oude circuit gereden. En dat is wel, het is eigenlijk heel lang naar links gelegen, dat je meer naar links draait en nu ineens draai je altijd naar rechts. Dus dat is wel een aanpassing. Dat heb ik gisteren ook wel gemerkt. En de donderdag, afgelopen donderdag, ben ik dan ook komen rijden. Daar heb ik dat ook wel gemerkt. Dat was wel serieus aanpassen. Maar het voordeel van is, het circuit wordt dus helemaal veranderd. En dat is ook wel eens leuk. Want anders heb je altijd hetzelfde circuit. Dus vandaar. Mm-hmm.
In ieder geval, ik kan zeggen dat het vandaag veel beter ging dan gisteren. Ik voelde me, zoals ik al eerder zei, ik voelde me eigenlijk al veel beter. Ik heb de motto ook wel aangepast. En vandaag ging het eigenlijk 10 keer beter dan gisteren. En vaak zijn het die hele kleine dingen, kleine aanpassingen die helpen. Dus nu zoals ik, dus mijn goede vriend Joe, of ja, zijn paarden van, die had gezegd dat ik mijn stuur nog vaster moest zetten. Dat heb ik nu gedaan en dat werkte gewoon 10 keer beter. Heel raar. Heel kleine aanpassing. Ik heb hem niet heel veel vaster hoeven zetten. Daarom denk ik ook dat het beter ging vandaag. Ik vond het schoeien vandaag ook wel iets beter liggen als gisteren. Maar ja, dat verschilt altijd. In ieder geval sluiten we hier het weekend mee af. We hebben eigenlijk een goed weekend gehad. Eigenlijk voor de eerste keer om met de caravan weg te gaan. Dus dat gaan we sowieso vaker doen. Heb je ergens een parcours waar je ook kunt overnachten of weet ik wat? Laat dat zeker weten in de reacties. En dan maak ik daar, of dan ga ik daar naartoe en dan maak ik daar, of probeer ik daar een mooie video van te maken. Dus jongens, laat dat weten in de reacties als je dat wilt. Wil je ook meer van deze video's zien? Laat dat ook dan zeker in de reacties weten wat je van dit soort video's vindt. Of vind jij het fijner van gewoon dat maar een enkele keer cross is of gewoon een weekendvlog. Laat het gewoon allemaal weten in de comments en dan zie ik het wel verschijnen. Ik reageer sowieso altijd op jullie reacties daarvan. Ik ga nu sowieso de motor afspuiten, dat die klaar is. En misschien komt er volgende week een wedstrijdje aan, een Rijke Vorsel als ik me niet vergis, van de EMS/VLM. Misschien dat ik dat meedoe, misschien ook niet, ik weet niet. Als ik die meedoe, dan gaan jullie dat sowieso zien op mijn YouTube kanaal. Dus vergeet dan zeker niet te abonneren als je dat niet wilt missen. Dan ga ik bij deze ook de video afsluiten jongens. En dan zie ik jou graag de volgende keer terug. Nogmaals, vergeet zeker niet te abonneren als je meer van deze video's wilt zien. En als je deze video leuk vond, vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jou bij de volgende video. Later!